Oh, er komt echt net een vliegtuig aan. Serieus. Ik wacht even. Duurt lang, man. Hoi, daar ben ik dan. Ik heb geshopt. Ik heb geshopt bij de Primark, zoals jullie kunnen zien. En bij de Zara en bij de Wii. Bij de Wii. En ik dacht, ik ga eventjes een filmpje maken, want dat is zoveel. Dat is wel een filmpje waard. Nou zitten er ook heel veel, eigenlijk bijna alles, heel veel kinderkleding bij. En als je dat niet interessant vindt, nou, dan kan je gewoon het filmpje nu uit gaan doen of wegklikken of weet ik veel wat allemaal. Vind je het wel interessant? Kijk. Vind je mij sowieso interessant? Kijk. Want yes. Nou, goed. Ik zet hem even hier neer, want hij maakt herrie de hele tijd. Allereerst, eigenlijk was het de laatste winkel. Was trouwens weer, heb ik weer een leuke anekdote. Ik was bij de Wii. En daar waren t-shirts, weet ik veel, de tweede voor de helft van de prijs. En toen zei ze, ja, u moet wel in ons klantenbestand staan om de korting te krijgen. Toen dacht ik, oh, wat zijn jullie naar. Maar goed, dus zij vroeg aan mij of ik zeg, nou, ik heb echt geen idee. Ze zegt, welke e-mailadres? Serieus, weer een vliegtuig? Ik dacht, ik ga even leuk een keertje ergens anders zitten en buiten en een andere entourage. Maar volgens mij kwam er elke 3 seconden een vliegtuig langs. Nou goed, anyway. Dus ik dacht, ja, welk e-mailadres? Heb ik mijn standaard e-mailadres en dat begint met Marloes in dit geval. Dus ik zo, Marloes met OU, en ik hoorde iemand achter mij een soort geluid maken. Dus ik draaide me om. En ze zegt, ja, ik heet ook Marloes met OU. Ik zeg, nou, toevallig, nou, leuk, bla bla bla. Maar goed, ik stond niet in het klantenbestand. Ze zegt, nou, dan kan je wel even zo snel met een appje dit en dit en dat. Toen bleek dat het mijn andere, ik heb een speciaal spam e-mailadres. Dus speciaal voor als ik iets bestel online, weet ik veel wat allemaal, gebruik ik een e-mailadres. Want er komt altijd reclame, want dat is altijd de deal. Hè? Als je korting krijgt of iets, dan krijg je ook reclame. Daar stond ik wel op. En nou goed, we hadden het er nog even een beetje over. Die mevrouw die was bij de andere kassa, die moest ook haar naam spellen. Dus dat was wel grappig. En toen zei die mevrouw aan de kassa van, oh, komt niet vaak voor. Ik zeg, nou, wij eten allebei Marloes met OU. Nou, iedereen lachen, haha. Ik zeg, en dat, ze had een kindje. Ik zeg, heet niet Matteo of Mika, hoor. Ze zei, nee, ik heb een Mark. Ik zo, nee. Nou goed, anyway, het was weer leuk in de Wii. Ik heb t-shirtjes gekocht en, oh, shoot me. Dit was echt serieus het derde vliegtuig in 3 minuut 35 sinds ik begonnen ben met filmen. Het is echt niet oké. Ik was de zomerkleding aan het bekijken en de Matteo en Mika paste de helft niet meer of meer dan de helft. Dus ik moest echt aan de t-shirtjes en zo. Ik heb deze gekocht en je wordt er een beetje mee doodgegooid. Want ik heb in verschillende winkels allemaal California of weet ik veel wat als Los Angeles of hartstikke leuk. Maar ik vind het wel extra leuk omdat... deze heeft ze voor mij gekocht. Hoi. Omdat wij natuurlijk ook naar California gaan. Nou goed, deze heb ik gekocht met flamingo's. Die vond ik heel erg leuk. Deze vond ik heel erg leuk. Met een soort, nou ja, van blauw naar roze. En allemaal zeedieren. Dan heb ik deze gekocht. Ik werd er heel vrolijk van. Normaal zijn al die kleren van die jongens altijd zo donker. En of blauw of bruin of weet ik veel wat. En dit is allemaal couleurtjes. Nou, Los Angeles. Overal staat California Los Angeles op. Maar goed, dit heb ik dus bij de Wii gekocht. Toen ging ik naar de Mango. Ik ga zeg maar terug in de tijd, merk ik. Ik was dus eerst bij de Primark, toen de Mango en toen de Wii. Maar ik ga gewoon terug in de tijd. Toen heb ik gewoon even een simpel, zo'n simpel truitje gekocht. Wat wel gewoon handig is. Die was 4 euro, geen geld. Deze heb ik gekocht. Die vond ik wel erg cool. Zo. En Mika vindt het ook cool. Nee, we gaan nu niet chocola eten. Nee. En deze vond ik ook wel heel erg leuk. En gezellig. En weer vrolijk met veel couleurtjes en gezelligheid en zo. Toen was ik toch echt in de Primark. Dat zei ik daarnet ook. Ik begin wel even hier. Wat is dit? Oh, wacht even. Volgens mij ben ik ook in de Zara geweest. Oh mijn hemel. Ik ben ook in de Zara geweest. Deze heb ik deze gekocht. Die vond ik wel heel cool. Een soort tie-dye shirt.
En deze en een grote M. Dit is van de Mango, geloof ik. Dus ik haal alles door elkaar. Mango, Sarah, wie. Ik ben overal geweest. Toen ging ik toch echt naar de Primark. Ik zeg het de hele tijd, maar het was toch echt zo. En ik heb van die Vans schoenen. En die wil ik heel graag inlopen. Sowieso voor de zomer en zo, maar ook voor in Amerika. Ik denk dat als we in de stad, in steden zijn, dat dat echt hele goede, fijne schoenen zijn. Ze zijn van canvas, ze zijn niet te zwaar. En als je ze helemaal hebt ingelopen, dan zitten ze heel lekker. Maar ik had niet van die korte sokjes. Dus die heb ik nu wel. Want ik heb ook witte sneakers van Puma. Of een ander merk. Geen idee. Eén van de twee. Puma of je hebt van die witte met streepjes. En je hebt witte van... Geen idee. Anyway, ik dacht ik koop leuke sokjes. En dat is altijd handig. En nou, eentje met couleurtjes en dingetjes en frutseltjes en zo. En één gewoon wit. Dat heb ik voor mezelf gekocht. Toen heb ik deze voor mezelf gekocht. Daar werd ik ook heel erg vrolijk van. Want ja, leuk. En het is, dan kan je het zo doen. Maar je kan hem ook een beetje omhoog. Ze hadden ze ook in wit. En een hele, hele lelijke. Oh, weet je wat ik zo... Ik zit heel snel te praten. Omdat ik denk, oh, straks komt er weer een vliegtuig. Maar het is nu 3 minuten verder. En nu is er al in 3 minuten weer geen vliegtuig geweest. Dus je weet het niet. Hè? Het kan vriezen en het kan dooien met de Schiphol. Deze heb ik gekocht. Die vond ik heel erg leuk. Oh ja, ze hadden een heel lelijk... Rood. Dus net niet bordeaux, maar ook niet rood. En toen zag ik gelukkig deze zwart en die vond ik heel erg leuk. En ik voel me hier heel erg mediterraans door. En dat is ook, er komt straks nog iets, nou, daar werd ik echt helemaal opgewonden van. Dus, maar deze heb ik voor mezelf gekocht, ben ik heel erg blij mee. Dan nog een shirtje voor mezelf. Dit is gewoon een, ja, een flutshirtje, maar ik hou er wel van dit soort flutshirtjes. Oh, daar komt hij weer hoor. Daar komt er weer een. En knip, knip, knip. Ik verwacht over 30 seconden weer een vliegtuig. Want ik denk dat dat zeg maar een soort van de manier waarop is. Steeds 3 in 3 minuten en dan 3 minuten niet. Dus. Maar goed, ik blijf hier gewoon. Want ik denk, ik dacht er net van ik ga gewoon naar binnen. Ik ga verhuizen. Maar ik wil gewoon even een andere entourage. Anyway, lekker flut t-shirt. Niks mis mee. Hij heeft zowel een diepe voorkant als een diepe achterkant. Dus nou ja, ook leuk. Toen heb ik een bikini gekocht. En ik ben niet zo heel erg van de bikinis. Ik weet, ik heb een maatje meer. En daar ben ik ook nou, niet trots op. Dat vind ik altijd een beetje onzin als mensen dat zeggen. Want ik eet gewoon te veel snacks. En daarom heb ik een maatje meer. Dus dan ben ik niet daar trots op. Maar ik heb er vrede mee. En ik heb een hele mooie tankini vorig jaar gekocht. En een badpak vind ik heel onhandig. Want als je dan moet plassen. Ja, ik bedoel, ik weet, zullen vast mensen die dat dan even opzij doen of zo. Ik weet niet of er doorheen plas. Ik heb geen idee. Maar om dat helemaal uit te doen. En dan weer, ik vind het zo onprettig. Want dat plakt allemaal. Het is helemaal onhandig. Dus tankini, handig. Maar ik vond deze wel schattig. En ik dacht, ik neem hem mee om op de California Beach te lopen. En ja, ik vond hem wel leuk. En het was bij elkaar iets van, nou wat is het? Hoeveel kost dit? 8 euro plus 13 euro. Nou, ik vond het enig. Ik heb, weet je, ik weet niet. Ik heb geen geluk vandaag met de filmpjes. Maar goed, anyway. Toen heb ik dit truitje gekocht. Ook zo'n beetje, en ik moet eerlijk zeggen dat ik een beetje twijfelde. Ook door de kleur. En ik dacht, ja, past het wel bij mijn teint. Maar het was 4 euro. En ik dacht, nou, toch ook weer zo'n flutje. En ik merk dat ik, zeg maar, ik had altijd heel veel shirtjes die een beetje strak waren. Dat ik net even zo'n ribbel, dat ik me daar niet prettig bij voel. Dus ik een beetje wat uitlopend, dat vind ik net even wat fijner. Toen heb ik nog een shirtje voor de jongens gekocht. Een hele kleurige. Nou, daar worden we toch vrolijk van. Dit is toch heerlijk als we straks een heel klein beetje een kleurtje hebben. En hier ging mijn hart gewoon sneller van kloppen. En mijn bloed ging sneller stromen. Want ik word helemaal blij van deze jurk. Het is een jurk met van die vroeseltjes zo hier. Kijk, jullie zien het. Zo'n vroeseltje eronder. En mijn Spaanse bloed ging helemaal los. En ik kan niet wachten dat ik deze jurk kan dragen. En ik dacht toen gelijk van, weet je, dan koop ik er ook heerlijke Spaanse oorbellen bij. En ja, ik werd er helemaal gelukkig van deze jurk. Dus ik ben daar heel erg blij mee. Toen heb ik nog eventjes wat witte soort sandaaltjes gekocht. Gewoon seizoensandaaltjes. En ik dacht, wit, ik wil een zwarte met een klein hakje. Maar die kon ik niet echt vinden. Sowieso niet bij de Primark, maar ook niet bij andere winkels en zo. Maar deze, ja. Die draag je een seizoen en dan helemaal goed. Dan heb ik nog een t-shirt voor de jongens gekocht. Deze. Colorado. Nou, daar gaan we niet naartoe. En nog één. Weer eentje van Californië. Nou, je wordt er een heel klein beetje mee doodgegooid. Zoals ik al zei. Maar... en normaal ben ik niet zo heel erg daarvan om dat te kopen. Als je er niet zelf bent geweest. Ook shirtjes van New York en dat soort dingen en zo. Maar omdat we gaan, had ik zoiets van leuk.
En als laatste, toen zag ik nog deze slippers voor Mark. En ja, aangezien we gewoon naar veel campings gaan en we hebben een douche in de camper. Maar die wil ik eigenlijk zo, ja, het ligt er een heel klein beetje aan hoe het loopt. Hè. Je moet even weten hoe dat allemaal werkt en zo. Maar in principe wil ik gewoon dat we op de campingterrein gaan douchen en zo. Dan hebben we wel van dit soort slippers nodig. Dus Mark heeft ze al helemaal goed. Toen heb ik nog een kaarsje gekocht. Mandarijn. Een geurkaarsje voor een euro. En ik was bij de Body Shop. Of tenminste, ik ging bewust naar de Body Shop om deze te kopen. De vanille eau de toilette. Want die is heel erg lekker. Ik heb echt jaren geleden heb ik vanille parfum, zeg maar, gekocht. En dus de eau de toilette en een soort body spray of zo. Nou, de olie en eau de toilette zijn op. Nou, kan je nagaan hoe lang ik ermee heb gedaan. Ik denk dat ik er nu wat korter mee zal doen. Dus die wilde ik nog wel kopen. En die olie verkopen ze niet meer. Dus dat is wel heel erg jammer. Maar deze heb ik gekocht. Dus. Ik heb veel te veel geld uitgegeven. Maar ik ben wel heel erg gelukkig. En ik hoop ook dat jullie een beetje wat meer gelukkiger zijn. Nu jullie dit filmpje hebben gezien. Ik zie jullie de volgende keer weer. Smile for pretty.